de Vries en zij zit op de favoriet Donne van Norg, paard nummer 4. We gaan dit nog even zien, dan gaan we naar weg. Ik moet naar weg. Ja, wacht even. Deelnemers, start vrij. De deelnemers waren al in de startvak, dames en heren. Ze gaan op weg naar de startvakken. En de starter geeft mee dat het vooral rustig gaat. En dat ze moeten doorrijden tot de bovenzijde van de baan. En weer perfect geregisseerd door Hans Beukema, dames en heren. De topstarter in Nederland. En zo gaan ze op weg naar de eerste bocht. Een paar paarden maken een galoppade. Eén daarvan is Fiona Stardust. En die raakt ver achterop. Die ook een galoppade van Danny de Dubbel is een paard. En dat is de twee Bando daarvan. Bando daarvan maakt ook een paar mispassen. Draaft inmiddels wel weer. Heeft nu weer een paar mispasjes. En zo gaan ze de eerste bocht door. Wacht even op het comité, want er komt een uitschakeling aan. Uitgeschakeld paard nummer 2. Twee galop. En zo zijn de deelnemers in de rechte lijn voor de tribune. We hebben na het passeren van de finish nog 3 volledige ronden te gaan. En de leiding is in handen van Christa Timmer. En Christa Timmer is onderweg met Woody Woodpecker. Achter Woody Woodpecker op de tweede plaats ligt dan Angelique Baptiste met de gouden cap. Zij rijdt 1G-middels, de kampioen in dit genre. En dan valt er een heel groot gat naar plaats nummer 3. En die is op dit moment voor Leonie Vethaak. En die rijdt Zahir Charisma. Buitenkant daarnaast komt dan naar voren Linda Hamming. Linda Hamming probeert meters goed te maken. Voor haar uitgaan nog 2 paarden. Dat zijn Donne van Norg, de favoriet. En aan de binnenzijde schuift ook op Paycheck. Daarachter volgt Kibi de Carillon. En daarachter de deelnemers die op achterstand zijn geraakt. En die liggen op een te grote achterstand om van deze koers nog een kans te kunnen hebben. Maar dan komen de rechte lijn voor de tribune. Als ze de finish passeren, nog 2 volledige ronden te gaan. En nog altijd dezelfde lijnen. En dat is die grappige vogel van vroeger. Waar we tegenwoordig nooit meer wat van horen. Behalve hier op de drafbaan. Woody Woodpecker. Op de tweede plaats erachter 1G Middle. Dan valt er een groot gat. De derde plaats daarachter is voor Zahir Charisma. Die moet uitgeschakeld. Die moet het gaatje dichtlopen. Op de vierde plaats daarachter ligt Paycheck. De vijfde plaats daarachter is dan voor Donne van Norg. En de zesde plaats van Tabby de Caballon. En daarachter volgt op plaats 7 Danny Cool. En zo zijn de paarden weer in de rechterlijn overzijde. En Angelique Baptiste heeft de handen meer dan vol. Ze ligt ruim voor het veld. Maar er ligt nog 1 deelnemer voor haar. Daar blijft ze voorlopig nog even achter. En zo gaan de deelnemers de linkerbocht in. Woody Woodpecker lijkt. 1G Hero ligt tweede. En het gaatje daarachter wordt wel ietsje kleiner. Plaats 3 is nog altijd voor Zahir Charisma. En er komt weer wat uit voor het comité. Nummer 4 komt. Ja, we zijn niet helder zien, maar het comité staat hiernaast. Dat scheelt een heel stuk. En zo gaan de deelnemers de laatste ronde in. De leiding is in handen van Woody Woodpecker. Woody Woodpecker, daarachter 1G Hero. Dan gaat hij makkelijk mee. Daarachter op plaats 3 ligt Zahir Charisma. Vierde plaats is voor Paycheck. En heel veel moeite doet Kibi de Kajon om nog een beetje dichterbij te komen. Maar dat wordt een hele klus, want de paarden zijn inmiddels voor de laatste keer in de rechterlijn overzijde. En nog altijd lijkt Woody Woodpecker. Daar gaat 1G Hero in de aanval. 1G Hero naar buitenzijde. Flitst er voorbij. Het is overschakeling naar de zesde versnelling, wat Angelique Baptiste daar doet. En ze is onmiddellijk in het voordeel. En zo gaat ze de laatste bocht in. En inmiddels is ze halverwege de laatste bocht. En ze heeft 2 lengte voorsprong. 1G Hero. 8 gewonnen. 1G Hero lijkt. Daarachter op plaats 2 ligt Woody Woodpecker, de lange leider. Maar die komt ook niet meer in de buurt. Een applaus voor Angelique Baptiste. Ze wint hier heel makkelijk. 1G Hero is de winnaar. Tweede plaats voor Woody Woodpecker. En plaats 3 daarachter is voor Kimi de Caballon. Of voor de winnaar daarvoor zijn hier in Israël. Even luisteren of die was uitgeschakeld. Op deze dag nog 1 paard uit.